Elk personage dat binnenkomt is een nieuw hoofdstuk in het verhaal. Dus elke rol is belangrijk. Hey, dag Tom. Hoe is het? Goed, hè? Ça va? Ik ben ja, ça va eigenlijk. Ga je speciaal voor jullie? Zit ze? Ja. Het is in die zin een absolute zegen dat voor de kleinere rollen absoluut super spelers zijn gevraagd. Dat zijn echt flauwe, plezante caféhangers. Wat gaat niet zo voor de mannen beneden? Mm. Zij worden wel betaald, hè? Wij niet, hè? Nee, dat is waar, hè? Dat moet je dus, hè? Ja, dan heb je boter maar gewoon, hè? Want die Rebecca staat al tegen het schijnt. Dit meteen. De film heet vanaf nu Lionel en Karel. Ja. Hey, hallo. Hey, ik ben Stef. Ik ben Karel of Xavier. We zien wel. Mariano? Hebben we alles onder controle? Ik heb alles onder controle. We zijn hier toch al een uur of twee bezig. Zelfde mensen. Sst. Vangen, hè. Lionel. Messi! Hey, shot op doel! Ik heb constant verwachtingen ook van wanneer komen ze terug. Wanneer komen ze terug en wat ik kijk... Een beetje een anticlimax wel op het einde van... Want de kijker niet weet is dat ze gewoon niet terugkomen. Want wij hebben eigenlijk ook geen tijd. Nee, we zitten ook nog in heel veel andere projecten. Waar spelen wij nog Lionel en Karel? Fritz, Freddy en Lionel en Karel. Pieter van Nijs, Fien Troch, Felix van Groeningen. Allee, mooi. Hallo, hoor. Ja, maar ja. Vind dat nog mee wat? En of is het veel moeite om de eerste eens te bekijken? Het was een productieve dag voor de making of. Bedankt, Phobic Films. Dat is goed.